Hi mensen, bij deze vond ik het wel eens mooi om een leuke tip te geven in verband met, of ja, vooral in de wintermaanden, het voorjaar, het najaar, is de punchkit wel heel belangrijk, welke heel attractief kan zijn om het brood te vissen. Nu ga ik even wat tonen, wat mogelijkheden wat je hebt in combinatie met de haze bijvoorbeeld. Welke leuke dingen dat je er eigenlijk mee kan doen en hoe attractief je dit kan maken in het water. Allereerst, ik heb hier een paar soortjes van de hees staan. Kun je nemen wat je wil, wat je zelf van smaak en kleur die je zelf wil maken. Ik ga een voorbeeldje nemen. Ik ga het nu even doen met pineapple en coconut. Heel simpel, gewoon een sneetje brood. Je doet daar een goede scheut, ga je verdelen over een stukje van het brood. Dat doe je zoveel als je wil, lang, en hoe meer dat je er wil mee vissen, hoe meer dat je dat doet. Ik doe nu een stukje om het even voor te doen. Ga je even door elkaar doen, dat het mooi verdeeld is. Dit laat je gewoon een heel tijdje intrekken in het brood. En dan krijg je een hele mooie combinatie van de bepaalde kleuren en de smaken die je eigenlijk zelf wilt. Ik heb ondertussen, laat het best een beetje trekken, een uur en een half zeker. Doe het 's morgens als je, voor je vertrekt, voor je gaat vissen. Tegen dat je aan de water komt, zijn ze er mooi ingetrokken. Het trekt er helemaal door tot beneden. Ik heb hier een paar voorbeeldjes staan welke ik al klaargemaakt heb. Om te kijken wat voor mooie kleuren dat het eigenlijk kan worden. Dat is dan degene die ik net gedaan heb. De pineapple en coconut. De fluo haze. Hier heb ik de bloedworm in zitten. En de chocolate orange heb ik even gedaan als voorbeeld. Onze punchkit, al wel bekend. Mooi met verschillende maatjes. Dat je eigenlijk zelf de maat kunt kiezen van wat je gaat punchen. Ik pak nu de kleinste maat, om vooral in deze periode als het koud is, vind ik een kleine maat voor een klein raakje toch wel attractief om mee te vissen. Dus ga even een voorbeeld nemen. Nu is het goed ingetrokken, wordt het ook netjes wat, hoe zou je het zeggen, de structuur gaat harder kleven, dus het brood gaat er eigenlijk beter blijven aanhangen aan de haak doordat je dit doet. Ga even een voorbeeld nemen, hier punch ik even met deze. Er doorheen. Neem even een haakje. Een stukje onderlijn om te tonen. Wat een mooi effect dat je eigenlijk wel kan hebben. Je prikt hem erin. Mooi langs de zijkant door het sluifje heen. Prik ik hem erop. En dan trek ik hem er mooi doorheen. Dan punch je hem erdoor. Zodanig dat je hem niet kapot trekt, dan hangt hij mooi aan de haak, zo. En dan ga je ook zien welke mooie actie in het water, hoe mooi dat eigenlijk presenteert. Vooral deze kleur ook. Als je dan wat lifting systeem doet, dan ga je ook dat kleine afbrokkeling en dat opproppen van dat aas eigenlijk zien. Het is een heel mooi presentatie onder water. Het is niet echt zoals een vaste klomp iets, bij wijze van spreken. Het is mooi iets wat al uitgepuild is, zou ik maar zeggen. Wat het heel attractief maakt voor het vissen. Ik zou zeggen, probeer een keer. Je kunt het in alle maten doen. De punchkit hebben we ook. Het zijn in 4 verschillende maatjes. Dus naar gelang welke visserij je wilt doen, neem je het groter of kleiner. En ik zou zeggen, probeer het een keer. En je gaat versteld zijn welke vis dat je gaat vangen.